Daar gaan we. Dit wordt de warmste en meest Olympische wasstraat ooit. Ja, tot nu toe. Hij moet echt door de wasstraat, want hij is hartstikke smerig. Hij is echt heel vies. We hebben inmiddels ook de camera vastgemaakt. Die is de poepcam gedoopt. Dus als je het wil zien, kijk naar kant B. En ik heb aantekeningen. Digitaal. En ik niet. Ik heb ze in mijn hoofd. Nou, en dan zal ik maar gelijk beginnen. Begin maar. Want ik noem het de meest Olympische wasstraat ooit. Want de Olympische Spelen die zijn in gang. Alle dingen die daarvoor zijn in Londen. En daar hebben toch een partij mensen al last van. Want iedereen die wil iets zeggen over allemaal contentmakers en bedrijfjes die daar zitten. Die willen allemaal iets vertellen over de Olympische Spelen. Maar dat mag niet. Want ze worden heel zwaar gecensureerd. Want zodra je geld verdient met de Olympische Spelen, dan ben je sowieso de sjaak. Dan word je aangeklaagd en dan moet je geld geven. Want je gebruikt het logo of de ringen of weet ik veel wat. En als je er geen geld mee verdient, maar een beetje een lolletje van maakt, of je associeert ze met rare dingen, dan word je ook aangeklaagd. Maar geldt dat overal of is het alleen in Engeland zo? In Engeland hebben ze dat weten te verweven in de wetgeving van Londen zelf. Ja. Dus die zitten, dus in plaats van dat je zeg maar gewoon normale wetgeving hebt over zo van, hey, iemand gebruikt mijn merk. Nou, dan heb je daar rechtgang, et cetera. Dat duurt een hele tijd. Speciaal voor de Olympische Spelen mogen agenten mensen oppikken en winkels sluiten als ze dat doen. De wetgeving is aangepast zodat, nou eigenlijk, je hebt nu de wet van de Olympische Spelen staat, of eigenlijk van de commercie van de Olympische Spelen staat boven de normale Engelse wet. Ja. Dat is wat de Olympische Spelen eigenlijk altijd al, of de laatste 20 jaar al deden. Ja, ze zijn heel erg goed in het verdienen van geld op het merk. Hè. Dan heb je het over de ringen, dan heb je over het woord Olympic. Ik geloof dat in Engeland brons zelfs geregistreerd was. Er zijn heel veel woorden die mag je niet gebruiken. Nee. Althans niet zonder toestemming en dat er een goede fee wordt afgegeven aan de organisatie. Ja. Kijk, en het was natuurlijk bedoeld dat niet zomaar Jan en Alleman Olympische t-shirts ging maken, terwijl de organisatie van de Olympische Spelen daarvan leeft. Het enige wat ze hebben is het event, de ringen en alles wat er omheen zit. De vraag is, laatst kreeg ook iemand van de Olympische Spelen in Engeland de vraag van, kom je dan binnen met een t-shirt van Nike? Want Nike is geen sponsor. Ja. Nou, waarschijnlijk niet, werd toen gezegd. En op mijn schoenen. En toen zei hij, ja hallo, we zijn toch niet belachelijk. Waarschijnlijk kom je wel binnen. Ja, precies. Ja. Dus, niet eens, ja zeker, maar dus, waarschijnlijk. Zo raar. Ja. En zo, dus je moet dus je kleding aanpassen. Hè? Er zijn mensen die worden bijvoorbeeld gesponsord door een kledingmerk. Maar die maken ook maatkleding voor ze. Hè? Dat het helemaal goed past, dat ze extra hoog kunnen springen of ver kunnen springen of wat ook. En dan moeten ze dus nu van een ander merk nemen, omdat die logo's die erop staan niet mogen. Of ze moeten eraf stikken of wat ook. Echt bizar. Ja, dat is echt zo. En ik zei, kijk, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, nou dat is wel een beetje extreem. Maar pas geleden, Olympische gedachte die is gewoon veranderd. Die is weg. Nou, die is veranderd. Die is geëvolueerd over de jaren. Maar het is ook weer niet zo. Weet je, het zijn inderdaad achterlijke, hypercommerciële drijfveren die er nu achter zitten. Ja, heel erg. Maar wat ik toch wel bijzonder vind, kijk, ik heb er helemaal niks mee, maar dat is dat een heleboel mensen echt enthousiast worden over de Olympische Spelen. Dat vinden ze echt helemaal te gek. Ja. Ja, ik kan het ook wel begrijpen. Ik vind de Olympische Spelen als concept, zei ze, is het heel erg leuk. Maar ik denk dat zij, als zij zo ver gaan daarin, dat ze veel meer aandacht krijgen in een negatieve sfeer. Dat ze gewoon heel erg veel gedaan krijgen ten eerste.
om een event ook daadwerkelijk heel winstgevend voor hun te laten zijn. Bedrijven willen zo graag die landen willen zo graag die Olympische Spelen hebben. Ja. Dat ze daar gewoon inderdaad dit soort bizarre, wat zijn dan dictatoriale knievallen voor doen? Het zijn geen normale wetten. Het is niet normaal. Nee, het zijn geen wetten. Tijdelijke wetgeving over merken. Dat een winkelier niet zelf mag bepalen. Of nou, er is een groot evenement in de stad en elke winkelier doet daar altijd wat mee. Ja. Dat is normaal. Dat is gewoon, dus die zet dingen in de etalage die ermee te maken hebben. Dat mag nu niet. Nee, dus je mag geen ringen voeren. Ik geloof dat een slager, die had dus zijn worsten in de vorm van de ringen gedaan. En die werd gesloten. Ja. Niet gewoon zo van, nou hoor, kan u dat er even uithalen. Nee, gewoon sluiten die hap. Nee, hij moest ze verwijderen. Ja, nee, natuurlijk moest hij ze verwijderen. De winkel werd niet gesloten. Maar wat ik interessant vond, was dat er dus ook een... er was een comediant of iemand die leuke printjes maakte en die had iets getwitterd. Die maakte de analogie tussen de ringen en dingen die tussen je bilspleet zitten. En daar was natuurlijk de Olympische Commissie was er helemaal niet van gediend. En die zei dus van, we willen dat je dat weghaalt. En die comediant die zei, ja kom op. Het was gewoon een onschuldige tweet. En wat moet dat nu uitmaken? En ze hadden dus gezegd van, ja, maar jij hebt een website. En daarop zet je die grapjes. En met die grapjes verdien je geld, want er zitten banners omheen. En dus vanuit dat oogpunt willen we dat je het weghaalt. Dus ze doen allemaal rare kronkels om uiteindelijk toch hun zin te krijgen. Ja. En om voornamelijk dus de boodschap van de Olympische Spelen heel erg puur te houden. Ik vind het fascinerend. Ik vind het echt fascinerend hoe zij zulke druk uitoefenen op een gemeenschap. Maar hoe zit dat dan eigenlijk met nieuwssites? Ik neem aan dat een nieuwssite toch wel gewoon verslag ervan mag doen. Ja. Maar nieuwssites verdienen ook geld. Zeker. Met de Olympische Spelen. Dus die mag toch gewoon schrijven van... het Olympisch Comité is dictatoriaal. Dat soort dingen mogen er toch gewoon in staan? Dat mogen ze doen. Ze mogen dus... als het goed is mag je... Dat is gewoon de vrijheid van meningsuiting. Of in ieder geval van persvrijheid, sorry. Ja. En dat is totaal iets anders overigens. Dus dat mag. Maar zonder dat je dingen gebruikt als... het beeldmerk en dat soort zaken. Die mag je dan niet gebruiken. Want daar moet je voor betalen. Daar komt het op neer. En ik geloof ook dat je bepaalde... Er zijn loepjes eromheen. Hè? Dus zoals ik in het begin zei... Dit is de meest Olympische wasstraat die er is. Dat mag. Maar ik mag niet zeggen... Dit is de Olympische wasstraat. Nee. Want dan zouden we ons verbinden met de Olympics. Hè? Dus dat is het niet. Dit is niet de Olympische wasstraat. Dit is de meest Olympische wasstraat. Ooit. Dus er zijn allemaal dingetjes eromheen. En Olympisch als in enorm. Ja, precies. Ja. Of het gebied rond Amerika, Washington. Olympus, ja, precies. Ik ben wel eens op de Olympus geweest, precies. Die berg. Ja. Dus niet op de hoogste top, want daar had ik geen zin meer in. Maar ik heb wel een paar van de toppen van de Olympus heb ik beroerd. Ja, dus nu hebben we twee dingen genoemd die Olympisch zijn. Ja. En dus is het de meest Olympische wasstraat ooit. Absoluut. Maar het is inderdaad bizar hoe die... Dat is inderdaad dit soort evenementen dat die graag willen dat er... die willen het liefst in dictaturen willen die zijn. En ze willen alles in de hand hebben. Ze dat willen zoveel mogelijk. Hebben Formule 1. De Formule 1 is ook de helft van die races gebeurt in verschrikkelijke landen. Ja. Echt dictatoriale landen. En daar wil dan zeggen van die sportorganisatoren die zeggen dan nee, maar dit is sport. Dit is geen politiek. Ja. Ja, maar het blijft een doorcijpeling. Ik hoorde dat ook een van de omstreden landen, daar zouden sporters dus ook naar de Olympische Spelen gaan. En die zeiden van nou, we doen het toch maar niet. Want onlangs is ons land in tweeën gesplitst. En we willen ons niet associëren met de
de nieuwe vlag of de huidige vlag of wat ook. De oude vlag, ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje raar, inderdaad, dat toch sporters zich daarmee bezighouden. Het is niet raar, het is een beetje een soort van vast thema. Mensen houden zich daar toch mee bezig? Ja, 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 maar het is ook een soort van vast thema van de Olympische Spelen. Altijd komt politiek komt daar toch wel te sprake. Tuurlijk, het is toch ook landen, het is hartstikke politiek. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, ja. Ja, ik vind het vooral reuze interessant. Ik probeer die berichtjes wel een beetje te sparen, want ja, het is gewoon, het is een beetje lachen. Maar ja, aan de andere kant, de mensen die direct schade doorkrijgen op een onredelijke manier, daarvan denken we, ja, dat is toch niet nodig. Het is inderdaad gewoon echt bizar. Het is niet meer, het is geen normale denkwijze meer. Nee. Dit is niet wat, nou eigenlijk iedereen vindt dit een beetje raar, dus, behalve marketeers misschien. Het is een beetje op hol geslagen merk. Ja. Management. Ja. Een soort van dat je een soort van Uber-mansion hebt en dat zijn dan de merken die meer rechten hebben dan mensen. Ja, precies, ja. Ja, maar dat is wel een beetje zo, hè? Bedrijven zijn in Amerika bijvoorbeeld een rechtspersoon of zo. Ja. Nee, die zijn. Ja, vergelijkbaar met een natuurlijk persoon. Ja, precies. Dus ze hebben dezelfde rechten. Maar omdat bedrijven veel geld hebben, als er een rechtszaak is tussen een mens en een bedrijf, dan zal het bedrijf natuurlijk winnen, omdat hij betere juristen in dienst heeft. Ja, precies. Ja. Ja, en er zijn ook nog wat andere zaken, want bedrijven die hebben, zijn namelijk niet hoofdelijk verantwoordelijk. Oh ja, inderdaad. En dat zijn wel mensen, dezelfde dat zijn rechten, ook, niet dezelfde plichten. Precies, ja. Dat zijn mensen van vlees en bloed, zijn dat natuurlijk wel. Ja. Je kan failliet verklaard worden als mens als je je boetes niet kan betalen. Ja, en de meeste boetes die opgelegd worden aan grote multinationals, ja, daar trekken ze hun schouders bij op. En zeggen ze van, nou, dat is de prijs die we, dat vinden we het wel waard. Ja, die 45.000 euro aan boete. Ja. Kom maar op. En dat is inderdaad een beetje scheef. De vraag is in hoeverre dat nog bij ons, zeg maar, of dat ook bij ons doorlekt. Kijk. Hé, hey, we hebben een dichte brug. Of tenminste, een dichte brug is niet zo heel erg opvallend. Wat is het nou? Is de brug dicht of open? Hij is nu dicht. Ja, hè? En de weg is afgesloten over de brug. En straks is die. Ja, fijn. Laten we daar eens een discussie over hebben. Ja. Anyway, hey, had jij nog een leuk dingetje? Ik maak me wel eens druk over nieuwssites. Ik vind nieuws, zeker in Nederland, vind ik de nieuwssites zo ontzettend slecht. Die zijn. De NRC, dat is een paar berichtjes met een heel slechte redactie eroverheen. Het is echt gênant af en toe hoe slecht dat is. Dat las ik als enige en dat heb ik uit mijn bookmarks verwijderd. Oké, okay, echt waar? Echt gênant vind ik dat. Maar zijn dat NAP of ANP-achtige berichten? ANP, nee, het is echt van hun redactie. Alle andere sites, dat zijn ANP-berichtjes. Ja. En de NRC doet een soort van popiopie, domme berichten. Het is onder elk niveau. Oké. Okay. Maar ik lees geen papieren kranten. Dus, en de digitale editie waar je voor kan betalen, dat is gewoon een PDF-versie. Dus dat is ook niet iets. Weet je, ik wil kunnen linken naar dingen, anders bestaan ze niet. Ja. En wat ik nu laatst zag, dat was The Evening Edition. Dat is een nieuw Amerikaans concept. En wat die doen, die elke avond om 5 uur posten ze 5 berichten. Oké. Okay. Van wereldwijd nieuws. Ja. Want dit is het nieuws van vandaag. Zo van de samenvatting. Ja. Oh, een soort nice. Van het journaal van vroeger of zo. 5 punten die uitgelicht worden met linkjes naar als je er meer over wil weten. En mm-hmm. That's it. En de hele dag verder niks. En hebben ze dan dossiers of zo die eraan hangen? Of, nee. Oké. Okay. En wat daar, het is heel minimaal, van 5 dingen. Oh, cool. En wat er zo fijn aan is, is dat het. Ik ververs nu niet meer. Ik ga nu niet meer eens kijken, is er nieuws? Nee. Voor mij is het midden in de nacht wordt het gepubliceerd. Dus 's ochtends lees ik even wat ze hebben beschreven. En ze beschrijven het ook goed. Het zijn goede stukjes, goede samenvattingen. Wat er aan de hand is, met inderdaad links naar verdieping. Oké.
Dat is wel heel erg prettig. En is dat dan wereldnieuws? Of kan je daar zelf soort van vinkjes aan zetten? Nee, je van kan niks aanzetten. Het is gewoon hun nieuws. Zij bepalen, dit is wat er in de wereld gebeurt. Ik zelf dacht, oh, dat gaat natuurlijk heel erg America-centric worden. Ja. Maar dat is niet zo. Oké. En dat is fijn. Dus er staat veel over de euro, maar ook over de andere werelddelen. Nou, andere werelddelen worden eerlijk gezegd nog wat onderbelicht. Maar dat is eigenlijk in Nederland ook zo. Hoe vaak lees je nou iets over Australië? Heel erg weinig. Dat is echt een heel erg geïsoleerd continent. Ja. Of Zuid-Amerika. Bijna nooit wat komt erover in het nieuws af en toe. Nee, ja, hooguit als Mexico een nieuwe president heeft. Of maar als... dat is geen Zuid-Amerika. Oh, crap. Venezuela, daar heb je die ja, rare pipo. Knippen we er even uit, jongens. Oeps. Maar zit er dan ook entertainment tussen? Of is dat een bepaald soort nieuws? Het is wel, het is... Politiek of wereldnieuws? Wat iets serieuzer nieuws. Ja. Dus je zal er niet lezen over dat er een beer is geboren in Artis. Nee. Daarvoor moet je bij het Parool of bij de Telegraaf blijven. Bij de persberichtenhoek van... of de ANP. Inderdaad. Ja. ANP Streams kan je daarvoor gebruiken. Ja. Dus ik vond dat zelf... Ben ik daar heel blij mee. Want die fixatie met nieuws is daardoor weg. Want er is ook meestal is er geen nieuws en het slaat allemaal helemaal nergens op. Nee. En het is nieuwsmakerij, hè, voornamelijk. Ja, precies. Ze leven het is lekker, ervan. Het is rustig en overzichtelijk en één keer per dag. Fijn. Ja, ik denk dat ik zelf ook wel eens ga kijken. Ik vind het een goed idee. Dat zouden Nederlandse sites ook eens kunnen doen. En niet alleen sites, maar bijvoorbeeld ook andere media. Ik hoorde van... want ik heb geen televisie, maar ik hoorde van collega's dat we dus... dat het journaal tegenwoordig, dat daar lopende mensen in zitten... Dus dat het niet meer wordt voorgelezen, maar dat ze eerst een blokje om moeten voordat ze bij het scherm komen. Die ze dan op een hele ongemakkelijke manier moeten aanraken. Zodat ze slides kunnen laten zien van het veranderende weer. Of iets dergelijks. En zij vonden het allemaal heel erg grappig, maar ik denk, zo serieus. Ja. Dus er is echt helemaal niks in de wereld waar een miljoenenbedrijf, want dat is het journaal. Ja. Waarin een miljoenenbedrijf als het NOS. Ja, ik ben druk. Oh jongens. Waar zij zich hun energie op kunnen richten. Dat moet toch blijkbaar allemaal verdund worden met loopjes van dames die nog niet zijn afgetraind of mannen die ongemakkelijk bukken. Ja. Oh jongens, het is echt heel erg druk. Ja, we kunnen zo nog wel extra. We kunnen nog wel een itempje beginnen. Nou, ik heb nog één, namelijk ook over nieuws. Ik las net een heel goed artikel over een andere manier van het nieuws benaderen. Ja. En dat ging over in Washington D.C., die stad. En daar worden heel veel moorden gepleegd. Dat is een nogal gewelddadige stad. Okay. En een paar jaar geleden toen verhuisde iemand naar Washington D.C. En die vroeg, oh, wat veel moorden. En toen kreeg ik te horen, ja, de meeste van die moorden, dat zijn... mislukte drugsdeals. Oké. En dat geloofde hij niet. En die zei toen, volgens mij is dat niet zo. En die is dat gaan onderzoeken. En dat bleek ook niet zo te zijn. Maar die is toen het Murder Project of zo begonnen. Ja. En dat Murder is als in moord. Ja, en dat is een grote database met alle moorden in Washington D.C. Oh. En met daarin... die dat bijhoudt. Want in het nieuws verschijnt altijd van... er is iemand vermoord. Ja, in de lijn van enorme moorden. Een heel kort berichtje staat er van... op zaterdagavond is er daar en daar iemand doodgeschoten. Oh, maar zonder aanleiding of verband met andere moorden? Of, en vooral ook nooit een nasleep. Van, er staat nooit eens in het nieuws... er is een moord opgelost. Ja, precies, ja. Oh ja, dat is zeker de dader zo. Dat is gebeurt gevonden. Sowieso heel weinig, denk ik. Dus dat soort dingen staan. En wat zij hebben gedaan is een database gemaakt van alle moorden. Mm-hmm. Maar ook alle verdachten, alles eromheen. En het deed me een beetje denken aan wat jij ooit hebt gemaakt voor de openbaar kunst. Ja, kunst en publieke ruimte. Echt zo'n
verzameling van allemaal dingen die een beetje aan elkaar gerelateerd zijn of niet. Ja, precies. Ja. Ja. Op plaats of datum, ja, of wat dan ook. Je op allemaal verschillende manieren doorheen kunt klikken. En fantastisch. Ik dacht van waarom... Dit is iets wat nieuwsites zouden moeten doen. Ja, die zouden dus... Ja. Die zouden dit soort databases moeten aanleggen. En dus als mensen diepgang willen, als ze door willen klikken en meer willen weten over iets, dat kan. Ja. Nu kan dat niet. Nu kan je een berichtje lezen. Het is zo oppervlakkig, zo papier. Ja. Zo papier 1.0 zelfs. Ja, ook zo eendimensionaal. Ja. Het is maar, dit is nu gebeurd. Ja. Of zojuist. En morgen heeft het geen zin meer. Nee, heeft precies. Dat nul waarde. Ja. Hey, zal ik de camera er even afhalen of wil je nog eerst insorteren? Ik ga wel even hier even achter zo, de taxi staan. De traag taxi staan. Die rijdt nog een beetje bij. Oh, een mooie classic car. Ja, mooi oude BMW. Hou hem maar af. Oké. Okay. Hop. Zet je die niet los te maken. Ja. Hop. Nu hoor je me niet. Wat dan? Wat vind ik wel zo? Ik heb jouw ramen vast even dicht gedaan. Oh ja. En ik ben te verstaan nog ook. Wat geweldig. Dus, maar ja, die onderlinge verbanden. Ik weet dat Hek de Overheid, die houdt zich daar ook een beetje mee bezig. Het is inderdaad, het gaat over het vergaren van data. Ja, het is datajournalistiek. En het ontsluiten op een bepaalde manier. Ja. Dus het, datajournalistiek wordt al gauw, kan het heel onpersoonlijk worden. Mm-hmm. Maar... Hoi, ik wou een nummertje 4 alsjeblieft. 58. Dat moet ik even pinnen. Dankjewel. En ik zie al een bekend gezicht. Ja. Kijken of hij ons nog herkent. Ja. Kijk. Oh, is het hier neutraal? Ja. Goed. Maar datajournalistiek, dat kan nogal onpersoonlijk worden. Dat kan nogal... te algemeen zijn of... Dat je dus inderdaad... als je dan over moorden hebt... dat het zich abstraheert naar statistieken... Precies. En curves en trends. En wat ze dus wel doen... is ze geven wel dat soort... ze beschrijven wel samenvattingen... hè, over trends en dingen. Ja. Maar bij elke moord... is er ook de mogelijkheid om te reageren. Dus mensen... reageren dan van... is dit die en die Pietje die op die en die school heeft gezeten? En dan krijg je daaronder reacties van... nee, dat is hem niet. Of ja, dat is hem. Ah, oké. Okay. Dus dit heeft dan een sociale functie? Het heeft een soort sociale functie. Wow. Dat inderdaad ook mensen wiens zoon is vermoord... Ja. Die zien dat echt als iets van... oh, wauw, er is een soort van in memoriam... over de moord op mijn zoon. Ja. En dat is wel heel mooi, hoor. Ja, inderdaad, zeg. Je zou bijna zeggen dat is een functie die eigenlijk op het lijf geschreven is van journalistiek. Bijna, ja, als een soort van spreekbuis van het volk of het verspreiden van nieuwtjes of wat ook. Aan de andere kant kan je zeggen, journalistiek moet natuurlijk zo onafhankelijk mogelijk blijven. En niet emotioneel betrokken zijn bij...
Ja, maar goed, als je nu kijkt naar hoe het nieuws wordt neergezet, dan wordt er heel veel retoriek bij gebruikt. Oh ja. Hè, afschuwelijke X of de meest blade van de uit het tijdperk. Ja, het is afschuwelijke nieuws dat je maar 100 km per uur mag op de A2 bijvoorbeeld. Ja inderdaad, ja. Nee, spijt. Nou, dat het nieuws van terrorisme nog niet heeft verdrongen, begrijp ik nog steeds niet. Heeft het toch? Oh, echt waar? Jawel. Oh, oké, gelukkig. Anyway. Maar goed, dat soort dingen, hè, over de A2, dat lees ik niet meer. Dat is wel heel prettig. Ja. Dat staat niet in de evening nieuws. De evening edition. Ja, ik lees het ook. Ik lees al sowieso al niet al te veel nieuws. Eigenlijk heel veel entertainment. Maar dat zijn dan lolcats en dat soort dingen. Okay. Dat vind ik wel grappig. Ja, ja, ja. Daar kan ik mijn avond wel mee vullen. Maar ik merk ook dat het vooral heel erg... Ja, noem je dat? Precies wat je zegt. Het gevolg wat er uiteindelijk uitkomt. En dat geldt eigenlijk ook over politieke dingen. Die zijn zo... Het is gewoon heel erg oppervlakkig. Het heeft zo weinig betrekking op je leven. Althans, de manier waarop zij het brengen. Dat je denkt van ja... Nee. Ja. Ik ben liever arm dan rijk. Nou, ik vond dit in ieder geval, want ik erger me al heel erg lang aan aan online nieuws, van hoe slecht dat wordt gebracht. Ja. En dat die bedrijven, dat ze daar niet over nadenken, dat ze gewoon blijven vasthouden aan die oude vormen. De oude vorm van papier of tv en dat ze niet... Nou ja, ze hebben de vorm wel veranderd. Hè? Ze zijn eigenlijk... de wasstraat is bijna afgelopen, dus we moeten echt nog feedback doen, maar... Er is geen feedback. Er was heel weinig feedback. Ja, heel weinig inderdaad. Maar hij was ook niet zo goed voor. Het was niet zo goed en het is vakantie. Dus waarschijnlijk wordt deze ook helemaal niet begrepen. Of krijgen we commentaar pas over 3 maanden of zo. Maar ik sprak toevallig laatst ook met een boekenuitgeefster. Ja. En die hekelde ook de nieuwssites en sowieso het nieuws in het algemeen. Want het is niet zo, ze zijn wel degelijk veranderd sinds online. Want ze zijn erachter gekomen dat actualiteit, dat de driver is van mensen om terug te komen. Ja, mensen willen telkens iets nieuws zien. Als er iets nieuws is, dan is het niet waardevol. Ja, dus ze brengen gewoon flut nieuws als het maar regelmatig geüpdate wordt. En als je dan kijkt naar het verdienmodel van nieuwssites, het terugkomen van mensen, dat is het meest waardevol. Want ze zijn er al lang achter dat mensen niet doorlezen. Het gaat inderdaad helemaal niet over kwaliteit. Het gaat over oogballen. En hoe meer oogballen ze per dag hebben, hoe meer een banner is bekeken, hoe meer geld ze verdienen. En dan, en ze zijn ook realistisch. Diepgang zoals vroeger kranten veelal brachten. Ja, dat is gewoon niet meer van heden dagen. De mensen verwachten dat niet en kijken er ook niet naar. Volgens mij is dat dus helemaal niet waar, hè? Ja, ik denk volgens mij willen mensen best wel diepgang, alleen willen ze... Ik denk dat wat die Evening Edition doet, dat is heel slim. Die bieden diepgang als je dat wil. Ja. Dus die geven linkjes. Die gaan dus niet meer zelf allemaal mensen op pad sturen die onderzoek doen. Nee. Nee, die linken naar andere mensen die dat al hebben gedaan. Ja. Ik denk voornamelijk dat mensen in de afgelopen 3-4 jaar geconditioneerd zijn dat actualiteit eigenlijk het enige wat ook geboden wordt. Waardoor mensen ook online heel weinig zoeken naar diepgang. Of diepgang sowieso verwachten op een nieuwswebsite. Zet je nog even, even het cameraatje? Want dan kan je zien dat er nieuwe poep op het dak ligt. Nou ja, dat niet alle poep weg is. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ja, dan wil je geld terugvragen. Ja. Oké, dan gaan we weer. Even loskoppelen. Niet lang. Mijn auto is bij de garage geweest en nu loopt hij niet meer zo stabiel. Dus misschien dat het te zien is dat de camera op en neer beweegt als hij stilstaat. Vooral als hij stilstaat is het merkbaar. Even kijken of we nog geluid maken. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja. Ja. Oké. Okay. Bretels om, nog even niet botsen. Ik bots nog even niet.
En wat mij betreft kan je weer. Dus, maar dit waren eigenlijk twee voorbeelden waarvan ik dacht, kijk, dit is echt een andere benadering van het nieuws. Dit is een hier. En ik denk, die Evening Edition, dat is echt bedacht. Dat is echt van, dit is wat we willen. Mm-hmm. En die andere, die murder database, ik denk dat dat een meer iets is wat ontstaan is. Dat het gewoon wel ontstaan vanuit de behoefte. We willen achtergrondinformatie verzamelen. We willen gewoon meer weten over hoe het zit. Mm-hmm. Misschien ook de interesse van de journalist zelf om de grote lijnen vast te leggen. Ja. Want ik weet ook dat een heleboel, zoals we al zeiden, van een heleboel nieuws is retoriek ook geworden. En misschien willen sommige journalisten ook met data mining ook zeggen van, oké, maar laten we dat eens duiden. Is dit inderdaad de grootste, het grootste moordaanslag ooit? Zoals dat in Colorado is gebeurd. Iemand mensen bij de Dark Knight film over de hoop heeft geschoten. Er werd gelijk gezegd de grootste of meest tragische of weet ik veel wat. Ja, dan is het goed dat er iemand controleert. Zo van, maar is dat eigenlijk wel zo? Of waar kunnen we dat mee vergelijken? Of is dit een trend wat steeds vaker gebeurt of wat ook? Mooi feitje van wat daar toen is gebeurd. Of dat is natuurlijk, dat komt zo gek. Die loopt naar de bioscoop binnen, schiet wat mensen dood. Ja. En in Colorado, dan mag je een geladen pistool of geladen wapens bij je hebben. Mm-hmm. Ja. Op straat. En wat ze toen hebben, nou ja, dat is natuurlijk, het is niet zozeer de oorzaak dat dat mag, maar als dat niet mocht, als je geen wapens mocht kopen, dan was het wat lastiger geweest om die moorden te plegen. Ja. Maar wat nu wat er nu is gebeurd, nu mogen mensen niet meer als Batman verkleed naar die films. Dus er is niet gezegd, je mag geen wapens mee naar de bioscoop, nee. Nee. Je mag niet als Batman verkleed. Maar was dat specifiek Batman? Want hij was verkleed als een SWAT. Hij was niet eens echt verkleed, volgens mij. Of wel, ja. Jawel, jawel. Toen hij ging het... Dus hij was theater. Niet eens als, maar dat is wel, je mag niet als Batman verkleed. Hij was wel zwart gekleed, dus. Maar dat is, ja, het is krom. Maar er zijn sowieso, specifiek over dat ding. Wat mij vooral opviel is dat het woord Batman, The Return of the Dark Knight, of hoe heet die film? Dat werd in elk artikel genoemd. En dan denk ik van, hoe is dit relevant? Ja, waarom? Waarom gaan ze daar leggen? Komt dat telkens terug? Ja. Het is misschien wel leuk als haakje van, nou, het is dit geval, hè, in een bioscoop met deze film. Maar de hele filmtitel werd, zeg maar, heel erg consistent in zijn compleetheid. Ja. Heel grappig. Anyway, maar nu moet ik toch ook even grijpen naar mijn aantekening. Had jij toevallig documentaire die ik had gestuurd over propaganda, of die propaganda heet. Heb je die nog gekeken? Nee. Nee. Okay. Heb jij hem wel helemaal gezien? Ik heb hem nog niet helemaal afgezien, maar het is, zeg maar, als je tijd hebt, het duurt ongeveer anderhalf uur. Het is een documentaire gemaakt in Korea. Noord-Korea. En het is ook in het Koreaans, maar het is ook Engels ondertiteld en Engels gedubt. Dus met Engelse voice-over. En het legt bijzonder netjes uit hoe propaganda in de westerse wereld in elkaar zit. En dan gaat het dus ook over hoe bijvoorbeeld de oorlog verkocht wordt aan mensen. En ook maar niet zozeer zo van, het is afschuwelijk dat gebeurt. Nee, het is meer zo van, hey, wist je dat deze mechanieken werkend zijn? En dus dat overheden gebruik maken van adverteren en van reclame om ook bepaalde meningen of trends, zeg maar, ook in de markt te zetten, letterlijk. Ja, het is wel interessant, want wij zien natuurlijk altijd Noord-Korea en we zagen vroeger de communistische landen als
het voorbeeld van landen die aan propaganda doen. Ja, dat en ook een beetje backwards, hè? Een beetje achterblijvers technologisch gezien. En ook of ze wel weten wat er in het Westen gebeurt. Maar dit is een bijzonder goede deconstructie van hoe propaganda werkt. En het grappige is, af en toe refereren ze ook naar hun eigen land. En dan gaat het over onze grote leider en hoe goed het wel niet gaat, Korea het wel niet doet, et cetera. Die vermenging tussen... Maar propaganda is echt een interessant iets. Want het is dus iets wat inderdaad door de overheid wordt opgelegd. En ik dacht altijd dat het iets heel actiefs zou zijn. Hè? Dat de overheid heel actief... Dus propaganda en censuur. Dat de overheid heel actief zou zeggen van... Ja. Dit mag je niet schrijven, dat mag je wel. Maar dat doen dus mensen zelf. Ja. Dus de kranten die censureren zichzelf. Ja. En ze proberen zeggen, dit zal wel niet mogen. Ja, en ze proberen elkaar ook te one-uppen in het prijzen van de grote leider. Ja. Maar in Europa gebeurt het ook. Want je gaat geen dingen schrijven die niet... waarvan je weet dat mensen dat niet zo tof gaan vinden. Maar het is een beetje menselijk gedrag, hè? Je gaat je een beetje sociaal wenselijk gedragen. Dat doen mensen nu eenmaal. Ja, maar dus propaganda is misschien wel sociaal wenselijk gedrag vertonen. Het is zeker wenselijk om iedereen een soort van op hetzelfde spoor te houden. Hè, dat merk je. Het is ook wenselijk om niet opgepakt te worden. Ja, ja, want op een gegeven moment zal ook... De rechtsstaat zal zich aanpassen op de consensus. En als je daar dus invloed op hebt als een regering, dan is dat bijzonder. Ja, dat is best wel veel macht die je mensen in handen geeft. Ja. Maar ik vind het altijd opvallend inderdaad hoe mensen daaraan zelf aan meewerken. Ja. Ik vroeg het me af ooit in Griekenland. In Griekenland zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen die zijn, laten we zeggen, wat klassieker. Mm-hmm. En ik vond dat altijd raar. Dus ik was op een gegeven moment op bezoek bij een familie. En toen zei ik van, ik help wel even mee met afwassen. Nou, is dat trouwens niet iets wat ik vaak doe, zeggen dat ik helpen met afwassen. Ja. Maar goed, dat deed ik toen wel. Toen zei ze, nee, ga maar lekker zitten. Naast de heer des huizes wil je een biertje. En dan ging de vrouwen gingen afwassen en die haalden een biertje voor me. Oh, wauw. Dus dat zeiden niet de man zei niet ga zitten, nee, de vrouwen zelf zeiden dat. Ja, dat was gewoon... En toen vroeg ik later ook van hoe... Nee, dat was de rol die ze ook zelf in stand hielden. Okay. Dus ik vroeg van, hoe zit dat? Van, ja, we willen jullie er helemaal niet bij. Ja. Dus het was dat was hun moment, zeg maar. Dus dat idee dat soort rollen, dat die onderdrukkend zijn, het is iets subtieler dan dat. Het is ook, ja, het is ongelijkheid, maar het is niet dat mannen dat opleggen of zo. Het is, nee. En dat is hetzelfde met propaganda. Het is niet dat de overheid dat allemaal oplegt. We doen daar zelf aan mee. Ja. Het is raar. Het is fascinerend. Ja. Ja. Even door de tunnel. Ik kom even dichter. Vast niet goed hoorbaar nu. Ja, iets is minder. Het reflecteert heel erg goed in de tunnel. En met een beetje geluk weet ik het netjes weg te filteren. Hey, ik las pas geleden iets wat ik in elk geval een beetje grappig vond. Is dat er. Ik ben de laatste tijd wat meer geïnteresseerd in autonome computertjes. Hele kleine doosjes waarin een klein computertje zit. Eén dingetje doen. En die maar één dingetje doen of eigenlijk een soort van controller kunnen zijn. Hè? Dus waar je een camera aan kan hangen en een lampje bijvoorbeeld. Ja, en als er iets in beeld komt, dan gaat het lampje aan, dat soort dingen. En dan heb je wat voorbeelden van. Arduino is daar één van. Die is wat populairder omdat die wat makkelijker te programmeren is. En op die website stond dus ook een voorbeeld dat een hacker die had een voorbeeld gemaakt waar hij met een Arduino, dus zo'n klein doosje en een plug die hij aan de Arduino had vastgemaakt, dan kon hij letterlijk alle hotelkamers ter wereld mee openen. Ja, 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 ja. En dat gaat dus over die kaart, over van die hotelsloten die zo'n kaartlezer hebben. Ja.
En wat blijkt dus, als je dus connectie maakt met het datakabeltje. Dat is het, want die dingen die hebben een ingang om zeg maar, dat slot te programmeren. En als je dus daar een datakabeltje op aansluit en je laat het lekker kletsen met je Arduino. Dan is het dus heel goed mogelijk dat je dus het hoofdwachtwoord kan opvragen, onversleuteld. En dat je dus eigenlijk daarmee ook een soort van moederpas kan maken. Ja, ja. Met je kaartschrijver. Hè? Want het is gewoon een magneetstripje. En dat is gewoon prima te programmeren. Of als je een chip gebruikt, is het alleen maar een chip. Dus dan is alle veiligheid die ze hadden gedaan in het lasertje en de code die op het stripje staat of op het chipje staat, dat was allemaal dik in orde. Alleen ze konden met het interface-kabeltje konden ze eigenlijk gewoon om dat alles heen en gewoon de hotelkamer openmaken. Ja, wow. En een moederkaart konden maken. En dat deed me denken aan een aantal voorvalletjes die de laatste tijd ook naar boven zijn gekomen. Van websites waar wij diensten afnemen, waar ze achter zijn gekomen dat die heel erg onzorgvuldig omgaan met onze data. Ja. En we hadden de vorige keren hebben wij het over sowieso het gebruik van data en het vragen van data door middel van koekjes en het bewaren van data in databases, et cetera. Maar eigenlijk het overgrote deel wat wij niet zien van websites en dienstverleners is hoe zij daarmee omgaan. Dus wat zij dan uiteindelijk doen met die data. Hoe slaan ze dat op? Is dat... We moeten er maar vanuit gaan dat ze dat een beetje netjes doen. Ja, en dat ze het heel zwaar versleutelen. Ja, en dat is dus meestal niet zo. Of vaak niet zo, niet altijd. Nee, inderdaad. Het is wonderbaarlijk vaak gaat het mis. KPN was daar een mooi voorbeeld van. Wat is het in Nederland? Is het altijd de hekkende huisvrouwen die dat... die erachter komen. Oh, serieus? Ja. De hekkende huisvrouw? Oh, die ken ik nog niet. Ja, die publiceren altijd in ieder geval als in nu.nl... als nu.nl een scoop heeft op dat gebied, dan zijn het altijd de hekkende huisvrouwen die... die bericht geven? Ja. Oh, nice. Ja. En is dat letterlijk dat? Zeg maar, huisvrouwen die thuis met... Dat mag je zelf bedenken. Enorme mainframes aan het aanvallen zijn of zo. Dat zeiden ze. Ze hadden laatst iets van... Het is maar goed dat al die websites zo onveilig zijn, anders moest ik breien, zo. Oh ja, nee, inderdaad. Dat is, het is goed dat soort mensen er zijn. Ja. Die een kritische blik op werken. Ja, en die ook geen slechte... Kijk, er zijn naast elke goede hacker die dus dit soort lekken openbaart en vertelt wat eraan gedaan moet worden, zijn er natuurlijk ook heel veel schimmige hackers die data verkopen. Ja. Ja, want het is een enorme handel. Hè? Als je, noem eens wat, een heleboel, al was het maar namen en e-mailadressen. En als je nog een huisnummer hebt of een creditcardnummer, dan ben je helemaal compleet. Ja. Dat heeft heel veel waarde. En dat heeft sowieso veel waarde met bedrijven waar wij sowieso gratis diensten afnemen. Die verkopen dat ook door aan andere bedrijven, zodat ze daar geld mee verdienen. Het staat in die licentie die we altijd heel snel wegklikken. Toevallig las ik er pas geleden een van de heropstart van Read Me Later of Read Later. Wat was dat leuke bedrijfje ook alweer? Vroeger kon je daar een appje downloaden. En dat heeft ook veel integratie met bijvoorbeeld Flipboard en dat soort applicaties waar je websites bekijkt. Ja. En die heeft een doorstart meegemaakt. Dat heet nu... Dat staat me even niet bij. Iets van Go of Mobile. Echt een wat ambivalentere naam. Ja, ik zal even kijken of ik het kan vinden, hoor. Want ik heb het in mijn aantekeningen staan. Read It Later was het, toch? Ja, Read It Later heet het inderdaad. Nou, nee, ik heb het helaas niet in zitten. Maar in elk geval, die verkopen dus... ik heb een licentie dus doorgelezen. En die zeggen van, nou, wij delen dat dus met derden. En daar verdienen wij... Of dus ze zetten er niet bij dat ze er geld mee verdienen. Maar ja, dat is dus heel waardevol. Want die bedrijven die daar dan mee aan de haal gaan... Die denken van, nou, dan hebben wij statistieken of gedrag of... Ja. Of nog erger, dan hebben we target audience waar wij mails naar kunnen sturen. Of
op een andere manier interactie mee aan kunnen gaan. Ja, 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 via banners of wat ook. Ja. Ja. Het is een rare business. Ja, nou, het doet mij gewoon telkens, is het weer een soort van opnieuw een wake-up call van wees voorzichtig met de data. Ook als je bedrijven vertrouwt omdat zij bijvoorbeeld geld vragen om een product. En een paar wasstraten geleden hadden we het daarover over het verdienmodel van diverse diensten. En we merken dus dat mensen... Zelfs dat is niet helemaal betrouwbaar. Nee, mensen kunnen hun gedachten veranderen. Van, oh nee, we willen toch verkopen. Je hebt de Sparrow. Dat was een e-mail client voor de Mac. En een redelijk minimalistische e-mail client voor de Mac en de iOS devices. Zo ziet dat eruit. Die is van de week gekocht door Google. Ja. En de productie is direct stopgezet. Dus ze gaan geen... ze gaan niet meer hun product vernieuwen. En dat is heel frustrerend voor mensen die dachten van nee, dit is nu juist een product wat ik koop. Ja, want ze stelden er een goede prijs voor. En dat was het ook zeker waard. Ja. Het was €5 voor iDevices en €10 voor op je Mac. Ja, het is misschien iets te goedkoop of zo, dat het niet, dat het geen sustainable business model is. Maar ja, het is toch een beetje... Ja, als een moloch als Google langskomt. Ja, daar hadden ze beter kunnen onderhandelen. Hadden ze echt wel kunnen zeggen van jongens, Google, we willen door blijven ontwikkelen. Ja, ja, ik merk dat Google die heeft geloof ik ook niet zozeer een bedrijf opgekocht, maar de mensen erin. Ja, 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 daar gaat het zo. En niet alleen gaat het over specifiek de mensen, maar ook over het idee. Want de mail-app van Google zelf... Of de user interface, die zuigt enorme klonten. Ja. Dat is echt een hele slechte interface. En helemaal op mobiel. Ja. Dus, en daar zagen ze dus een kans van. Hey, hoor, deze mensen die doen dat heel goed. En die hebben ook veel support. Dus laten we die dan aantrekken. Want die hebben er duidelijk een visie over. Ja. Slim, maar, wel jammer. Maar niet ver naar inderdaad mensen die dachten van ah, eindelijk een bedrijf waar we op ons die we kunnen vertrouwen. Die ook. Nou, het is echt wel, het is een beetje een knauw. Want ik had altijd wel zoiets van, als ik betaal voor iets, dan kan ik ervan uitgaan dat, kijk, dat een bedrijf dan op een gegeven moment failliet gaat. Allah, weet je, dat kan eens gebeuren. Maar dat ze zich zomaar eventjes lekker laten overkopen, ik vond het toch wel vervelend. Ja, succes is eigenlijk geen goede reden om een product niet meer te ontwikkelen. Ja, precies, ja. Succes. Dus als je succesvol bent, dan zou je denken, dan gaat het door. Nee, dan gaan ze juist stoppen. Heel vervelend. Ja, nee, ik ook. Ik heb er ook aan betaald. En, ik heb er ook voor betaald, maar ik gebruikte het nooit. Dus ik vind het niet zo erg. Nee, maar voor mij was het vooral van... Ik dacht van, wauw, dit is een goed initiatief. Deze mensen wil ik juist steunen in het doorontwikkelen. Want ze waren er nog niet helemaal. Dingen gingen nog een beetje traag. Maar ik dacht wel zo van, nou, dit belooft nog wel wat. En dat is die €5 zeker wat waard. Maar goed, helaas... Deze keer niet. Anyway. Ik had ook nog ik had nog wel een rant. Oh, over, kom erop. Er is een... dit is hilarisch. Volgens mij is Universal... Of een tak van Universal is aangeklaagd... Ja. Omdat ze een illegaal... Of een font... illegaal op hun website hebben gebruikt. Oh, wauw. En wat natuurlijk de ironie daarvan is dat een bedrijf als Universal... Dat is een extreem groot bedrijf. Ja, maar dat zijn juist van die filmbedrijven die dit soort op deze manier suwen, weet je wat? Die zeggen van, jij mag geen films downloaden. Ja. Jij gaat naar de gevangenis. En die worden nu zelf... Ze krijgen een koekje door van eigen deeg. Ja, door een fondtrol worden die nu... een copyright troll worden ze nu gesuurd. Dus dat is... Oké, maar je noemt het wel een troll. Ja, ja, dat is een troll. Het is gewoon iemand die een slaatje ziet in... Ja, die zegt van en $3 miljoen wil je, $3 tot $5 miljoen wil je hebben voor het gebruik van een fucking lettertje. Ja, ik vind de font foundries, dat is gewoon maffia. Dat zijn maffia praktijken wat ze doen. Ik zag er toevallig ook een artikel over en erin stonden gelijk wat best practices. Van dat je eigenlijk maar, als je dus fonts gaat gebruiken, dat je dan beter
de webservers van die specifieke foundries kan gebruiken. Zodat je zeker weet van dit wordt legaal gebruikt. En... Kijk, het punt is, je hebt dus allemaal van die webservices die bieden fonds aan. Ja. Maar dan host je dus de fonds op een andere server die je niet zelf in de hand hebt. Nee. Dat is een... Dat is gevaarlijk. Aan de ene kant is dat een security issue. Van hoe betrouwbaar is die server. Hè? Daar moet je dan maar van uitgaan dat die een beetje betrouwbaar is. Ja. Aan de andere kant is het ook een niet groot, niet klein performance issue. Ja. En het vervelende aan webfonds is dat in sommige browsers, als het font niet wordt geladen, dan wordt de hele tekst niet getoond. Oh nee, inderdaad. Dus ja, want daar wacht het JavaScript op. Ja, dus als het, die andere partij, als die wat moeite heeft met, als die het even... Nou, als die even uit de lucht is, dan is je tekst niet te lezen. Hij is wel geladen, maar hij is niet te lezen. Oh jongens. Dat is een... dat is een gevaar. Of in elk geval een overweging die je moet maken. Fonds-foundries maken het... Het is tegenwoordig mogelijk om die fonds te gebruiken, maar ze maken het heel erg moeilijk. Ja. En de prijzen, zijn die dan wel nuttig of behapbaar voor ook mensen die wel stijl hebben, grote, maar geen geld? Die gaan dus ook weer per computer. En dat zijn de ouderwetse licenties, die gingen altijd per computer. Ja. En dat blijven ze doen. En dat blijven ze doen. En nu zien ze dus elke visitor zien ze als een computer. Oh, jongens. En wat je nu dus krijgt, is dat ze willen weten, als ik een weblicentie koop, oh, hoeveel visitors heeft u? Dat gaat je geen fuck aan. Jawel. Ja, 16. Willen we weten. Oh, en dus bepaalde grote klanten van ons. Eentje van ons die kreeg een rekening, of een offerte van... €500.000. Wauw. Hey, maar per jaar, hè? Maar berekenen ze dat ook achteraf? Kijken ze dus naar de hoeveel keer het geladen is? Nee, dat wordt dus per... Oké. En een andere grote klant van ons, die had €50.000. Jongens. Voor één fondje, dus één weight van een fond. Dat was de narrow variant of zo. Ja. En, maar wat daar helemaal erg aan was... dat is een heel groot internationaal fonds. Dat is een groot bestand. Dat is een 600 kb. Jongens. Dat wil je niet versturen naar iedereen. Nee. Dus dat wil je... Wil je klein maken? Klein maken, wil je aanpassen, optimaliseren voor verschillende talen. Dat kan je in chunks opslaan. Bijvoorbeeld een CD wil je wel in het Nederlands, maar die hoef je bijvoorbeeld niet in het Engels te hebben. Ja, ja. Dus dat soort dingen. En... Maar die aanpassingen mochten niet gemaakt worden? Dat mag niet. Je mag dat font niet aanpassen. Dus het is totaal niet geoptimaliseerd voor het web. En, ja. Nou ja. Misschien als ze binnenkort een telefoontje krijgen dat, 2001 hun businessmodel terug willen. Ja, precies. Ja. Anyway, goed. Jongens, het was een warme tocht. Doei.